Goedenavond. Leuk dat jullie hebben gekozen voor ons kaasplateau. We staan hier in de eregalerij van het Rijksmuseum. Naast een van mijn favoriete stillevens. Ik heb zelf even mijn best gedaan om een soort stilleven te creëren hier voor me. Ik heb niet een goed stilleven weten te maken als daar, maar individueel zijn het ook allemaal meesterwerkjes. Uw kaasplateau vanavond begint met de Brillat Savarin, een triple crème kaas. Supermooi vol romig. Naarmate hij wat rijper wordt, wordt hij ook wat pikanter in de korst. In het midden van het kaasplateau hebben we de Tienjetaler van kaasboerderij De Gelder. Wordt ook wel de Nederlandse Emmentaler genoemd. Wat heel mooi is aan deze kaas is dat hij romigheid heeft. Een beetje pikant in de nasmaak. En dat lichtzoetige wat typerend is voor een Emmentaler. Tot slot sluiten we af met Achels Blauw uit het Belgische plaatsje Achel. Wat ik heel mooi vind aan deze blauwaardekaas is dat hij echt in laag is opgebouwd. Dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld een roquefort, die met naalden wordt doorgeprikt waar de bacterie op zit, wordt deze laag voor laag gebouwd, waardoor je heel mooi die marmering krijgt in de kaas. Deze kaas is een beetje zoetig, dat scherpe van de blauwader in de nasmaak van de kaas. Alsjeblieft.